De riolering onder de Korenmarkt in Bergen op Zoom is lek. De zogenaamde blusleiding wordt gebruikt door de brandweer en dient tijdens calamiteiten als omleidingsriool. Om het lek te verhelpen wordt er een 580 meter lange polyesterkous in het riool getrokken. We brengen een kous in. Straks als je is uitgehard, nadat de verwarmingsketen zijn werk gedaan hebben, dan blijft er eigenlijk een PVC-buis over. En die PVC-buis zorgt ervoor dat het riool, dat nu lek is, dat het water dicht wordt. Daarmee voorkomen dat we schoonwater en vuilwater gaan mengen. De werkzaamheden duren naar verwachting nog tot en met vrijdag.